het juiste te doen, moeten we soms datgene opgeven wat we het liefste willen. Elke dag word ik wakker wetende dat hoe meer mensen ik probeer te redden, hoe meer vijanden ik zal maken. Dit is mijn kans om mezelf te bewijzen. Iedereen kan het masker dragen. Maar hoe gedraagt, dat is wat telt. Miles, wilt je hier weg? Oh, Gwen? Dus wacht eens. Er is een elite crew met al de beste Spider-Mans in. Hoi, hoi. Wie is de nieuwe kerel? Dit is ongelooflijk. Dit is de lobby. Miguel O'Hara. Dit was allemaal zijn idee. Wat moet je doen om lid te worden van dit Spider-team? Jij kunt hier nooit lid van worden. Doe mij niet beginnen over Dr. Strange en de kleine nerd op aarde 1999-99. Come on, zij is maar in legs met die jongen. Hij had een vreselijke leraar. Peter! Miles! Mayday! Get the kitchen! Nog. Ik neem het wel over. Miles, Spider-Man zijn is een opoffering. Jij hebt de keuze tussen het redden van één persoon of het redden van iedereen. Stuur me naar huis. Dat kan ik niet doen. Ik kan het allebei. Spider-Man zal altijd... Niet altijd. En onkel Ben dan? Zonder onkel Ben zouden de meeste van ons hier gewoon niet zijn. Can't stop me now! Je kunt niet even vluchten, jongen. Ik kan niet nog een vriend verliezen. Miguel, dit is niet wat we besproken hebben. Jij wist dat? Je hebt geen idee van wat je doet. Iedereen blijft mij maar vertellen hoe mijn verhaal zou moeten lopen. Nou, ik doe wel mijn eigen ding. Stop Spider-Man. Toen keek ik naar mijn onkel en... Laat me raden. Hij stierf.